see that coming. Yo, kijkers, mijn naam is Dante en welkom er niet heel veel van. Spider-Man. Yes, ik ben weer terug. Want er zijn nieuwe dingen. Namelijk een DLC. The City That Never Sleeps. Er zijn 3 delen. En nu is deel 1 uit. The Heist. En hier gaan we Black Cat ontmoeten. Nou, niet voor het eerst. Peter Parker heeft dat al 1 miljoen keer gedaan. Maar ja, we gaan lekker beginnen. Even kijken of de audio goed werkt. Ja, zeker. Die werkt goed. Neemt alles op. Oh, ik heb iets gemist. Kijk hoe heerlijk dit is. Oh, eventjes een crimpje doen. Apparently Grand Larson is one of the food groups now. Nou, kijk. Ik kan het nog. Ik kan het nog. Ik molotov. Daar ben ik geen fan van. Oh, wat zijn de controls? Oké, ik ga echt helemaal fout. Hier, bam. Take this. En bam, bam. Trap. Oh, wow, check this. Het gaat heerlijk. Dodge werkt niet meer zo goed, sorry. Sorry dat ik nu even een beetje saaier ben, maar ik moet goed oefenen voor de DLC. Ik denk dat er wel een boss battle moet doen. Black Cat, hier, spider moeder in de house. Ik dus echt ben om alleen maar melee houden. And back to life as you go. That's it, man. Trouwens, ik heb geen nieuwe suits unlocked. Sorry, maar ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet gespeeld. Sorry. Maar ja, we moeten even naar het menu. Ik kreeg al die controls niet meer. Kijk, we hebben een nieuwe tab. DLC. En hier is Black Cat. Laten we die gaan spelen. Ik heb er zin in. Laat een like achter. Als jullie hier meer van willen zien. Mary Jane Watson, associate editor. Ja, dat weet ik. Begin research notes. My sources are saying the Magia is mounting a comeback. Magia? The old crime families were all but wiped out, until Fisk went away and they started filling the void. The old Dons were working harmoniously for years, but now that there's a power vacuum, there's bound to be a power struggle. It's only a matter of time before one of the families makes a move on the others. Better follow up with my sources in the Force. Hopefully we can stop this crime comeback before it even starts. Yep. Okay. Sorry, ik check altijd of dingen record. Dat record ook. Ik ben zo bang. Net heb ik nog een video opgenomen. I'm working on a story you might be interested in. The Oscorp Expert? New one. Onderzoek een museum. Oké, okay, we gaan beginnen. Let's go. Oké, okay, nu zitten we erin. Swing dancing. Zo, wat een heerlijk begin. Van de DLC. Oh, no. Nee, eigenlijk niet. Die webslinger was echt goed bad. I love it when you talk dirty. Easy tiger. Oh, laat maar. Dit is niet bad. Oei, oei, oei. Well, one of the Dons had this lost masterpiece painting called the Maria. And now they're displaying it over at Manhattan Mocha. En bam. And? Spider-Man. Ook al maakt Spider-Man een fout, dan ziet dat ze heel vet uit. Waardoor het niet zo erg is. Sounds like there's more to it than just art appreciation. Bam. Oh, ik zit er zo heerlijk in. Yes. Maar kijk, deze DLC zorgt er wel echt voor dat je weer lekker gaat spelen. Als je de 3 DLC's, de 3 delen bij elkaar wil, de andere delen komen later uit. Dat kost €20 en alleen de high zelf kost €8, dus alleen dit deel. Maar volgens mij is als je de hele bundel in 1 keer koopt, is het goedkoper dan dat je loskoopt. Dus ja, ik zou de bundel kopen als geld. Dat weet ik trouwens niet, maar ik heb de hele bundel in 1 keer gekocht omdat ik niet wist dat je los kon kopen. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gekocht. Nee, dit is een nieuw gebouw. Ja, dit is een nieuw gebouw. Dick? Oké. Okay. Ja, kijk, mijn Spider-Man knowledge. Oh, daar is die. MJ, looks like your source was right. There's a small army of goons trying to break in. Stay on the line while I take a closer look. Just be careful. If those guys are Magia, they play for keeps. Hurry up, come on. Boss wants that painting. We should have been in and out by now. You want to try? Be my guest. Sheesh. Some people do anything to avoid paying full price admission. Okay. What about the guards? Nou, we gaan eventjes zeggen, we gaan een beetje voor de stel. He's not messing around, huh? Gevaar. What was it? Eddie's? What was that? Karim, we zijn weer terug met stel. You guys have to learn to appreciate art during business hours. Let's go. I guess I overreacted. Oh,
dat is iets nieuws. Nou, niet nieuw, maar we kunnen heel hoog hier. Er zijn allemaal van deze stangen. Dus dat is super chill. Oh, dude, nee. Ja, het kan chill. Zo, wat een mooie camera angles in Spider-Man. Kunnen we hier? Kunnen we die? Oh yeah! Zo, het gaat wel erg heerlijk. Het gaat easy vooral. En die hebben ook dat hij dat niet ziet. Oh, er zijn nog twee dudes. Oké. Sleep it off. Ik moest daar een beetje snel zijn. Ik zag nog meer mensen namelijk. Jop, ik pak deze man. Haha, got him. Er hangen allemaal mensen. Waarom? Waarom? Yo, er is niks wat ik kan knallen. Oh jawel, never mind. Yo, als die weggaat? Okay, I didn't imagine that. Security's tight. We already got those other pieces that belong to the Don, and maybe we skip this. Skip this, and you better skip town. Veilig, let's go. En dan is er nog één guy left. Kablam! I didn't see that coming. Yes! I know some of these guys. That's Federico Frizzelli and Sal Petrillo. Those guys are part of Hammerhead's crime family, right? Why would he want the Maria? It doesn't seem like his thing. I'm gonna look around. Make sure no one got in a different way. I'll let you know if I find anything. Zoek sporen van de inbraak. Oh! Auto's! These guys couldn't even park legally. Nee, inderdaad. No parking! Okay, the crime scene. Hier hebben we nog... Oh! Deuren! Deurtjes. Front door is still secure. Better check the other entrances. Oh, dat is wel een goed idee. Hier. Wait, what's this? Nope. Oh. No one got in through here. Nope. Ik dacht al, wait, what's this? Maar de deur hey, what is that? Wat was dat al, die goede parkour? Die parkour was niet hoor. Dude! Hoezo heb ik dat... Oh. Hoezo heb ik dat nog nooit eerder gedaan? Here it is. MJ, someone cut a hole in a skylight. I'm gonna check it out. Een bobbetje! Lange loading screens. Ik ben ook ondertussen Red Dead Redemption aan het downloaden. So while Hammerhead's guys were trying to break in the front, someone else slipped in through the roof? Looks that way. No sign of anyone. At all. Nope. Shouldn't there be guards here at night? Yeah, maybe check the security booth near the entrance. There should be cameras there too. They would have seen whoever broke in. Dude! Dit was toch ook in Amazing Spider-Man 2? Dit lijkt echt precies hetzelfde als de boss battle met Black Cat toen. Nope, I don't get it. The security booth's secure. Need a palm print to get in. Any clue about what happened to the guards will be inside. Is there a way to override the lock? Not without a guard's hand. Actually, they're handprint. If you can't find the guards, maybe you can lift prints from the things they touched. Oh, yeah. Good idea. Always happy to lend a hand. Wonder if there's a print on here. Op de achterkant, ja. Got a handprint. Well, a part of one. Looks like I'll need more. Oh. Het is ook echt van dezelfde persoon. It's like the guards just vanished. Now, where can I find some more partial prints? Want het heet ook de heist. En dit vind ik best wel een heist als je dit gaat jatten. Coffee cup. Still warm. Als het nog steeds warm is, dan moet het net zeggen. Another one. Cool. Trained guards wouldn't leave their stuff around like this. Unless they didn't leave voluntarily. Dude, Spider-Man is opeens echt heel acrobatic.
Even kijken, is die boven? Oeh. Wat is dit? I know there's a print on here. Just need to find it. Yep, here it is. That might work. And I think 12 down should be karaoke, not kumquat. Oh, okay. Okay, I should have enough partials to reconstruct a handprint. Ik vind het wel weird dat Black Cat hier niet is. Ik ben ook wel blij dat Black Cat hier niet is. I should be able to reconfigure the scanner so it takes my data. Oh, gelukkig. Het is iets wat we hebben. If I bypass the optic sensor, I can upload my own data. Huidige voltage. Oké, nou dan moeten we dit allemaal verwijderen. En een nieuw bord. Zo, dat was alsof het de eerste was ofzo. Got it. Transmitting handprint now. Hey, hij is goedgekeurd. Zie je op die secure... We're in. Nice. What do you see? They're alive. Looks like they were tranquilized. No signs of a struggle. Definitely not Hammerhead style. So if not Hammerhead, who? Black Cat. Is there a camera feed? Let me check. Ja, en Black Cat staat erop, sowieso. Someone switched off camera 5. Well, that's suspicious. Let me turn it back on and see what they didn't want anyone looking at. It's pointing at one of the paintings in the exhibit. That has to be the Maria. And no one's stolen it yet. I need to see this up close, figure out what's so special about it. Ja, kan je zelf ook om kijken. The Maria is a brilliant example of modern pastoral impressionism. The saga of its repeated theft and recovery are almost as intriguing as the artwork itself. Looks like a pretty normal painting to me. It is. There's way more valuable stuff in that museum. So why is the Maggia so worked up about this painting? Hang on, MJ. Someone's coming. Now someone meant... Keep an eye out. Spider-Man could still be here. Yeah. Oh, damn it. Got it locked behind security glass. Hey, tell Frank we're gonna need to break out the big guns. The big guns? Weer eventjes. Okay, zolang het stealth MJ, is, dan vind ik het Hammerhead's guys called in reinforcements. They haven't spotted me yet. Good. Try to keep it that way. Somebody, eyes open. The signal we got means Spider-Man's around. This goes south. I'm hauling ass. Well, we got the signal. That means he was here. Maybe he split, maybe he's still around. So eyes open. Nothing's getting through that safety glass. Ooh, wee, 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 wee. Let the other guys handle that. I don't like this. Cops will be here soon. Well, niet de bedoeling. Totaal niet. Dat hij mij niet zag. Oh, daarom zijn deze dingen hier. What? Ja, natuurlijk staat hij hieronder. En als ze hem hier zien, maakt het ook niet uit. Ze kunnen toch niet in de vents komen, want zij zijn nu. Zo, we kunnen... Oh, het is een keertje... Nou, niet een keertje anders. Maar het is een keertje een stealth mission met vent. Dat je het echt zelf moet doen. Ik heb hem nog net. Echt mooi. Oké, ik denk dat we gewoon weer daar terug gaan. Ik weet niet of het veilig is om naar beneden te gaan. Even kijken. Het is wel veilig. Daar. Dit wordt de vetste Oh. Dit wordt het vetste ooit. Dude. Nee. Wacht op mij.
Yo! Vet, we maken gebruik gewoon van de vent. Got him! Yes. Nou, die gaat hier niet komen. Die gaat hier niet komen. Die gaat niet zo, gewoon normaal lopen. Die gaat wel voorzichtig doen, dus ja. Moet even een andere weg vinden, hier. Ja, maar dat zijn mensen. Ja, maar kijk, dit is naar beneden laten vallen. Dat is niet dat je meteen dan aan de ceiling vastgaat. Dat is juist het probleem. En ik wil eigenlijk niet worden gespot, want ik vind de stealth dingen juist altijd leuk. We kunnen die vent daar proberen. Deze ga ik even proberen, even kijken. Oh. Oh, kijk. Interesting, mensen. Cops will be here any minute. The hell with this. Grab what you can. Kijk, daar ben ik op de achtergrond. Op de achtergrond hangt hij. Oh nee, ik ben ik. Great. Now they're looting the other art. Gotta stop them before they make it out. There's only one way out of here. The way they came in. Next time, try the gift shop. Jeven. We hebben ze. What the flip flop, spider broeder, for the win. Lekker spider broeder. Oh, wat? Hoezo zijn ze daar beneden? Ja. Too bad, loser. I'm home free. Dude, wat? Ik zweer het, dat ding lag daar. Waar is die? Spiderbroeder. Next time, try the gift shop. Prize, I send you a poster of that piece for your prison cell. Almost there. Gotta get to the exit and cut him off. Maybe they'll have art classes in prison. I'll break you, little man! Keep him distracted! Come on! Okay. Away. Oh, ik dacht, okay. Waar komt Ja, ik denk dat ik ze allemaal Die, wat wil jatten?
Oh, Beb and Mirna. What about the Maria? This could have all been a distraction. My thoughts exactly. I'll head back there. Hopefully the glass was thick enough. Jeez, Mina, wat was dat? Dan moet je weer door die ene ingang. Oh, nee. Security wall's intact. And bulletproof. Nobody's getting near the Maria anytime soon. Mission accomplished, then? I hope so. Dolce! Yeah. Flippin' Dolce! I'm gonna have to call you right back. Why? What's going on? You look good. Been working out? Oh. I mean, you know, a little. So, you swinging solo now? Or back with your ex? That's a lot of questions. I'm just curious. Yeah, I hear that's bad for cats. How about you tell me why you're really here? I was just waiting for the right moment. Look behind you. De DLC. Ik heb net een flipping button. Rockets? Who brings rockets to a museum? Ja, inderdaad. Have you not met Hammerhead? Ik dacht letterlijk precies hetzelfde. Wat is dit? Lekker, het is gewoon lekker aan het kijken. Watch out! Nee, drie volle bars. Ik klik de heel en ik bleef op jou AP. Bam, schiet opeens iemand met een pistooltje en dan ben ik in één keer dood terwijl ik heel. Alweer. Take this. Stop met die RPG. Zo, hé. I like your new tricks. And I'm tired of your old ones.
Weren't you gonna stop stealing art? Who said I'm here for the art? What are you doing? Think you have lives to save. Not again. Hey! Wait, 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 wait! Hey! Help! What the? Where'd she go? Dat wist ik niet. Peter, is everything okay? Sorry, MJ. I just ran into an old friend. Who? Trouble.